begin is het zo dat mensen die kanker krijgen, die voor kanker behandeld worden, daarvan weten we dat ze enorm inboeten aan fysieke functie. Klachten krijgen als vermoeidheid, problemen krijgen met voeding, met hun gewicht, lichaamssamenstelling, dat soort zaken. De therapie die ze van de kanker moet genezen, leidt uiteindelijk tot een restverschijnselen, zeg maar, op het gebied van fysieke fitheid met name. En die effecten die zijn heel goed tegen te gaan door lichamelijk actief te blijven. Of dat nou sporten is of anderszins lichamelijk actief, dat doet eigenlijk niet eens zo heel erg ter zake. Maar het gaat erom dat mensen fysiek worden uitgedaagd om bezig te blijven. En er is een enorme hoeveelheid wetenschappelijk bewijs intussen waaruit blijkt dat mensen die meer actief zijn tijdens de behandeling en na afloop van de behandeling minder klachten hebben van vermoeidheid, wat de voornaamste klacht is waar mensen mee blijven zitten, een beter fysiek functioneren houden en mogelijk ook sneller reïntegreren in hun werk. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat sporten en andere vormen van fysieke activiteiten tijdens en na de behandeling van kanker een positief effect kan hebben op zowel de lichamelijk als de psychische welzijn van patiënten. Er zijn heel veel studies die dat hebben kunnen bewijzen. Tegenkraag speelt een belangrijke en prachtige rol in het bevorderen van sporten en fysieke actief zijn bij patiënten die graag willen gaan sporten, maar de middelen niet hebben om dat zelf te organiseren of voor elkaar te krijgen. Dus vanaf het begin heeft tegenkracht een heel belangrijk plaats gehad in de bevordering van beweging tijdens en na de behandeling van kanker. Ik vind dat er niet alleen maar een verantwoordelijkheid is, maar ook een belang daarbij. Steeds meer patiënten worden dusdanig behandeld, succesvol behandeld, dat ze kunnen terugkeren naar hun werksituatie. Maar dat wil niet zeggen dat ze per se op hetzelfde niveau kunnen functioneren als voordat ze ziek werden. Nou, er moet ruimte gecreëerd worden om aanpassingen te doen in de werksituatie, maar ook om te zorgen dat de patiënt optimaal kan en wil werken. En het creëren van mogelijkheden om te kunnen sporten en lichamelijk actief zijn zou alleen maar een positief effect kunnen hebben op dat return to work, zoals dat heet, terugkeren naar de werksituatie. En dat is in het voordeel van de werknemer en ook de werkgever.